Kopersbegeleider zit met kopers aan tafel zodra ze een woning gekocht hebben en de aannemingsovereenkomst is getekend. Met kopersbegeleiders zitten ze aan tafel om meerwerkopties door te nemen. Kopers hebben over het algemeen vragen over de binnenwanden. Hoe kunnen wij een en ander ophangen? Hoe worden de wanden afgewerkt? Hoe kunnen we de wanden afwerken? Wat is de geluidsisolatie van de wanden? Nou ja, van tevoren had ik alleen maar tekst en uitleg natuurlijk gelezen op de website. En dat het vrij massief is en dat je veel eraan op kunt hangen. 30 kilo per schroef. Maar toen ik het verhaal van Joyce had gehoord, toen had ik zoiets van... dat is wel een hele mooie wat. Ik zag hoe makkelijk mensen schroeven erin zaten te draaien. En... qua afwerking zie je zo al dat het glad is. Het afwerken van een habitowand is gelijk aan het afwerken van gibo-blokken. Dat maakt geen verschil, alleen habitowanden zullen niet gaan scheuren. En je kunt zonder een apparaat gewoon wat ophangen. Je pakt de schroevendraai en de schroef en het hangt. De habitowanden zijn heel erg geluidswerend al en je hebt natuurlijk die wanden aan twee kanten. Giprok, de leverancier van de habitowanden, die meldt ook als je de isolatie nog eens tussen doet, zou je er een muziekkamer van maken. Het enige lek dat er dan nog is, is onder de deur door, omdat daar nog een ruimte zit voor de ventilatie. En verder eigenlijk nagenoeg geen geluid meer dat de kamer uitkomt. Doe mij maar habitowanden straks van binnen. Mijn man die heeft ook zoiets van, dat dacht ik niet. En ik zei van, nou, ik denk van wel. Dus ja.